Ik ben Hai Beurskens, ik ben slagwerker. Ik ben slagwerker geworden omdat mijn vader vroeger als slagwerker in de harmonie speelde. En toen ik 2 jaar was, kreeg ik een blikkentrommel en sindsdien heb ik altijd getrommeld. Dit is de grote trom. De kleine trom. De bekkens. De crotaal, een kleine gestemde bekken. De triangle. De xylofoon. De klaxon. De tamboerijn. Het klokkenspel. De rol van slagwerk is het versterken van emoties. Bijvoorbeeld als je een militairachtige symfonie hoort, dan hoor je grote trom, kleine trom, bekkens, dan hoor je de marsmuziek heel sterk. De kleuren vooral, we maken sterretjes met kleine bekkentjes, met klokkenspelletjes, of iets heel komisch met een xylofoon of met een toeter, met een klaxon. We zijn altijd aan het kleuren, dat is eigenlijk de belangrijkste rol van slagwerk. De grote trom is het instrument wat ik eigenlijk het fijnste vind om te bespelen. Het is bijna vergelijkbaar met alsof je in een ruimte zit waar alle deuren dicht zijn en waar je toch wind voelt. Dus je kunt op een grote trom zo zacht spelen dat je hem eigenlijk alleen maar voelt, maar dat je hem amper hoort. Door de laagte. En dat vind ik de kracht van de grote trom. Tegelijkertijd kun je een enorme slag op die grote trom geven, waardoor je echt een trilling in je onderbuik voelt. En dat voel je dan in een zaal met 2000 mensen en dat is heerlijk om te doen. De passie van slagwerk spelen zit hem niet alleen in het spelen, maar in het geheel. Als je als slagwerker in een orkest speelt, dan alles wat er om je heen gebeurt is zo prachtig. Dat, althans, bij mij werkt dat zo. En daar komt dan op een gegeven moment dat slagwerk bij, wat de boel nog eens een keer versterkt, wat de boel emotioneel een extra lading geeft. En dat maakt het geweldig, dat maakt het echt fantastisch.